ik vind het veel gezonder. En het is vaak lekkerder. Want biologisch eten is ook goed voor het milieu. En als ik biologisch eten eet, voel ik me niet schuldig. In het begin hadden wij geen eten die gespoten werd met pesticiden. Maar wij hadden namelijk gezonde eten. Zonder pesticiden en zonder alle chemische poeders en zout. Maar jammer genoeg hebben wij dat vandaag in 2008. Biologisch betekent dat er geen chemische dingen op de fruit of het groente worden gespoten. En dat betekent dat er iets meer mogelijkheid is dat er insectjes wel eens opzitten of aanzitten. Of, maar over het algemeen smaakt het beter omdat het ook normaal de tijd heeft gehad om tot groei te komen en tot bloei te komen. Terwijl heel veel dingen die ingespoten worden allemaal vlug geoogst moeten worden. Hè, zo snel mogelijk en zoveel mogelijk oogsten. Zodat in landen zoals wij, waar alles in de supermarkt ligt, er continu nieuwe aanvoer is. En in biologische producten wordt er alleen maar geoogst op het moment dat het ook de tijd is om te oogsten. Oké, dat is het verschil. En het is dus vooral beter omdat het in het seizoen geplukt wordt en omdat er geen chemische dingen in zitten. En je dus zeker weet dat je niet ziek wordt zonder dat je weet waarvan je ziek wordt. Waren heel gek geworden en dus een professor heeft een onderzoek gedaan en met één heeft hij alleen biologisch eten gegeven en die kon lustig werken, maar de andere
heeft hij dezelfde dieet gegeven. En die bleef een beetje gek doen. Vlees willen eten. Dat snap ik juist niet. En mensen die vlees eten, die zeggen, ja, maar ik doe het niet gedaan. Weet je, in China eten ze katten en honden. Ja? Weet je dat? Wat zielig. Ik vind het ook heel zielig. En ze eten ze ook in de restaurants. Echt? Wat zielig voor de honden. Ja. Voor de familie is het zo zielig omdat zijn kindjes en moeder of vader zijn doodgemaakt door deze gekke mensen. Ja, dat is nou heel raar. Ze eten hier in Nederland ook varkens. Dat is toch ook heel raar? Ja, en dat varkens zijn heel lief voor ons. Ja. Weet je, als ze geen varkens zijn, zijn er ook, ook geen babyvarkens. En babyvarkens zijn heel schattig, toch? Ja, maar ook grote mensen. Ik vind het nou heel raar. Waarom maken ze nou dieren dan? Ja, en hoe heeft het begint om alle dieren dood te maken? Oh, ik weet het niet, maar ik heb wel in een stom verhaaltje gehoord dat vroeger ze gewoon met messen dieren zo opensneden en opeten. Eetvarkens, niemand eet varkens tegen deze jongen. En hij ging in het huis van die mevrouw, die zei het. En hij zag iedereen varkens doodmaken, sneden. En hij was echt verbaasd. Ik denk dat het een hele zielige verhaal is. Wist
je dat varkens zelfs zo slim zijn dat ze zelfs kunnen acteren? Nee. Welke film? Heb je Babe gezien? Maar hoe? Ik weet het niet. Maar hoe? Ik weet het niet. Ze zijn zelfs slimmer dan honden. Ja, maar misschien zijn ze heel slim. Slim in zijn hersens, zoals mensen. Misschien zijn ze net zoals mensen, zo slim. Ja, maar mensen zijn ook niet zo slim hoor. Niet zo slim. Maar katten zijn heel slim. Honden en dieren zijn slimmer dan mensen hoor. Ook al zijn wij eigenlijk ook dieren. Nou, weet ik. Maar we hebben het nu over varkens. Ja. Maar varkens zijn heel slim. Ja, en soms zijn baby varkens heel bang voor mensen. Omdat ze denken, oh, mijn moeder is net dood. Zo, ik ben bang voor andere mensen. Omdat ik ben bang als ze mij, de varken, gaat doodmaken. Maar waarom hebben ze dat gedacht? En ik vind het ook heel zielig dat ze dieren doodmaken en dat ze gewoon in een restaurant gaan eten. Bijvoorbeeld als sommige mensen hun dier naar een restaurant meenemen, dat die Chinese mensen hem gewoon naar de keuken brengen om te verzorgen. Ja. Terwijl ze hem gewoon gaan doodmaken. Ja, soms hebben mensen honden en ze zijn zo arm. En dat ze kunnen niet voor die hond verzorgen. Vlees is tegenwoordig of kan gevaarlijk zijn. Hè? En ik vind het ook niet leuk als dieren worden gewoon doodgemaakt om te eten. Maar vooral vind ik biologisch eten belangrijk. Want de productie van de planten is veel goedkoper dan vlees. Voor 100 kilo brood heb je een veld nodig, die is misschien 2 hectare groot. En van die 2 hectare hectare gras krijg je misschien alleen maar 0,5 kilo vlees. En die 0,5 kilo vlees kan je misschien 1 week eten, maar van de planten kan je misschien 2 of 3 weken eten. Tjus! Save animals' lives. You will stay slimmer. It's easier than you think. You can make a difference. You will help reduce pollution. Dus als een kind vegetariër is. Ja. Ja. Als hij maar genoeg van alle voedingsstoffen binnenkrijgt die je nodig hebt. Vitamine, mineralen en verschillende vitamines is heel belangrijk. Dus vegetarische kinderen moet je heel goed op letten dat ze genoeg vitamine B binnenkrijgen van verschillende dingen. En dan is het best gezond. Eet je Haribo? Nee, omdat ik weet dat er gelatine in zit. En ik ben zelf een vegetariër. En als ik Haribo eet, weet ik dat er gelatine in zit en dat ik geen vegetariër ben. Wij krijgen alleen centen.
niet. En jullie jaar krijgen we 1 euro zielig. En jij hebt honderden euro's. Even kijken. Wat ik heb gekregen voor mij en voor mij. Oké, die steek ik lekker in mijn eigen zak. Center. De meneer is gemeen, luister niet naar. Ja. We delen ons geld wel samen. Ja. Die Chiquita banana's die zijn niet eerlijk. Dat is niet dat kunst afkomstig.